84 is hij nu, maar nog steeds scherp en snel. Ja, wij... Vorige week van, ik kreeg maandag een nieuwe heup, waarop Elie zei, hoezo ben je jarig? Ja, ja. In 1969 schreef hij op verzoek van de KRO een van de meest succesvolle tv-series ooit. Het schaap met de vijf poten. Zal je kind maar wezen, ja, 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 ja. Het zal je kind maar wezen, ja, 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 ja. Wat drijft deze tekstschrijver die ondanks grote tegenslagen altijd maar blijft doorgaan? In 83 eeuw. Jij bent ook 83. Ja, ja, zijn we even af? Ja, ja, dat blijkt nu. Ja, dat is, ik dacht dat jij jonger was. Dat is in Haarlem, waar was dat? In de Hoofdstraat? In de Dorpstraat. In de Dorpstraat, ja, ja. Ja. Nou, en daar hebben we elkaar leren kennen. En daar heb jij toen ook Eefje leren kennen, want die was daar ook ondergedoken. Ja. In 1944, was begin 44. Of was het nog eind 43, kan ook nog, dat weet ik niet meer precies. En ik herinner me dat ik na de oorlog was je broer hier op visite, die had in het verzet gezeten en die zei, weet je, Elie of Herman noemde hij mij toen, dat we jou bijna hadden doodgeschoten. Oh gosh, nee, dat is... En weet je waarom? Nou? Omdat ik met jou om een keer voor het gemeentehuis van Harmelen had staan, eentjes voeren en toen heb ik luidkeels Hava Naranana gezongen, in Jiddisch onderduiken. Ja. Die daar in 1944 voor het gemeentehuis van Harmelen Hava Naranana staat te zingen. En dat was voor het verzet aanleiding om nog eens te overwegen of we die jongen nog wel langer konden handhaven. Beetje, zei Herbert, dat we jou ooit nog eens bijna hebben doodgeschoten. Mij doodgeschoten, waarom? Omdat je de hele zaak in gevaar bracht, je hield je nergens aan. Je liep door het dorp te banjeren als een stadsjongen op vakantie. Je was zo brutaal als de beul. Ik had zelfs de godsbezet, Herbert, om Joodse liedjes te zingen op de brug bij het gemeentehuis. Liedjes die ik geleerd had in mijn zionistentijd voor de oorlog. Waar we de horror bij dansen op het Amstelveld. In het holst van de oorlog, keihard. Dat de mensen de ramen opendeden en vroegen of het niet wat zachter kon. Zij schreven brieven naar elkaar, hè? Jij en Eefje, en ik vond het altijd zo, echt iets van, echt iets hoogdravends. Ja? Ja. Ja, ik heb die brieven ook later verzameld. Ze zijn ook nog gepubliceerd zelfs. Ach zo. Dat is heel mooi, hè? Ja, ja, ja. Dat zijn brieven die ik in de oorlog schreef aan Mirjam. Die zij allemaal bewaard heeft. Als ze die ooit hadden gevonden, waren we er alle twee niet meer geweest.